Jof en de Inde. En Junnenbon. Dachten dat ze God waren in Nederland. Nou, ze komen mooi bedrogen uit. Want Jof en Inde kunnen een leuke De La Mat Theater openen. Ja, gratis. Voor alle Amsterdammers. Waar zelf een Amsterdammer naartoe kan gaan. Om de kaartjes te duur zijn. Maar het is wel een deal gesloten. Een tramhalte. In plaats van Leidseplein in de Manningstraat, pal voor de La Mat Theater. Niet voor het goedkope Amsterdam-West. Nee, een centrum. En Oud-Zuid. En nu lopen de heren te zeuren over de slechtheid met een bedrijf. Ik hoop dat ze die paar miljard die ze hebben verloren, of die ze hebben gewonnen, met het verkopen van een bedrijf aan het Spaanse, je weet wel, instantie. En ze zijn rijk geworden met Big Brother. Ik vind dat ze niet moeten zeuren. Beide heren zijn op leeftijd en er wordt tijd voor vernieuwing. Geef onze tramhalte gewoon terug op het Leidseplein, Jof en Ende. Het zal niet beter gaan. Er stappen geen 30 mensen meer uit voor je theater. Het is over. Sluiten. Misschien krijg je weer Rikki Tikki.